Ja, maar je mag meteen los. Ja, we gaan meteen los, inderdaad. Ik zit hier in de bestuurskamer bij Dolcé en natuurlijk met de trainer Sander Kloos, de aanvoerder Rodney Verklooster die er altijd bij is en de man van de wedstrijd Gijs Eijkman. Laten we trouwens beginnen met de Gijs Eijkman, de man van de wedstrijd. Gijs, je stond op een positie waarvan ik dacht, hé, hoor je dat te staan? Ja, het is natuurlijk niet mijn vaste positie, maar door meerdere blessures en uitvallen moest ik naar voren. En het was een beetje wennen, maar ik heb het prima naar mijn zin gehad op die positie. Sterker nog, je wordt man van de wedstrijd. Ja, ik zou het zelf niet zeggen, maar blijkbaar vond het publiek het wel. Ik denk een hele zware wedstrijd, Gijs. Ja, we hadden niet... In het begin hadden we wel een beetje schip op de wedstrijd. Nou, toen viel die 0-1. Maar daarna knokte gewoon terug. Viel de 1-1. En dan heb je gewoon het mazzel dat onze dat de penalty wordt gehouden. Gewoon goede redding. En dan ja, helaas blijft het dan 1-1. En dan maken wij niet gebruik van onze kansen. Maar wel nog steeds ongeslagen. Dus ik denk dat het niet zoveel aan de hand is. Als je kijkt naar de wedstrijd, het werd beslist misschien op het middenveld je het, door het beste gekhuis. Hey, joh, ik klonk hartstikke goed, man. Ja, ik vond nou, door op het middenveld. Ik denk dat gewoon in het algemeen overal wel beslist is. Het is nooit één verdediging, aanval of middenveld die beslissing doet met het hele team. En het is nooit één of twee mensen die dat doen. Maar ik denk dat Gijs tevreden is met de één punt hier. Nou, tevreden wil natuurlijk altijd 3 punten halen, maar zoals de wedstrijd is verlopen, zijn we wel tevreden met het puntje. En Gijs kijkt ook niet meer terug naar vorige week, want dat was, potverdikkie, dat was jammer, hè? Ja, jammer, dat zeker. We speelden echt een van onze slechtste wedstrijden. We hebben geluk dat we nog een punt halen en daardoor ook nog steeds ongeslagen blijven. Maar ja, zo'n wedstrijd moet je gewoon vergeten, moet je gewoon weer doorgaan naar de volgende. Als we te lang blijven hangen, dan... gaat ook niet goed. Ondanks dat je niet op je eigen positie staat, ben je man van de wedstrijd. Klas, ik feliciteer je, Gijs. Ik ga door naar Rodney Verklooster. Dat is de aanvoerder en de, ja, ook de topscorer van Dossé. Rodney, toch weer een goal. Tevreden? Nee. Nee, ik zeker niet. Ik ben nooit tevreden, ondanks al zulke 5 inschieten. Maar ook over het resultaat, ja, we mogen wel blij zijn met een punt, denk ik. Maar nee, tevreden niet. Als we kijken naar de eerste helft, de linies, Desto was de betere partij. Waar stokte het volgens jou in de eerste helft? Nou, Desto was de betere partij, ben je niet helemaal mee eens. Dit is een beetje het spelletje wat wij wilden spelen. Dus wij wilden hun laten komen en dan eroverheen. Ja, dan hebben zij automatisch ook meer balbezit. En dan lijkt het alsof zij een hele goede partij speelden, maar eigenlijk kwamen ze niet doorheen. Alleen door een miscommunicatie van ons. En daar komt die 0-1 uit. En voor de rest, ja, ben ik het niet helemaal met je eens dat je dit zegt. Waarom niet? Nou, dat leg ik net uit. Dat is een mooi antwoord, hè. Tweede helft, en dat beaamden diverse mensen hier ook die gekeken hebben, kwam een heel ander dossier uit de kleedkamer, vonden wij. Ja, maar dat gebeurt volgens mij elke wedstrijd al, dat de tweede helft anders is bij ons. En waar het dan ligt, dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, we starten goed in de tweede helft. We komen op 1-1. En ja, dat Imco die penalty nog pakt op het einde, daardoor pakken we gewoon een punt. Maar voor de rest hebben we beide niet echt veel kans gehad. Ik heb jou eigenlijk vorige week nog wel gesproken bij SVM. En toen heb ik jou bewonderd met die wonderschone goal. 2 goals. Nu ook weer 1. Die was toch wel belangrijk. Van vandaag. Ja, daardoor pakken we een punt, hè, zeggen ze. Maar ik denk dat Imco die penalty pakt, dat belangrijker is. Als we kijken naar de wedstrijden die eraan komen, want het is een zwaar programma. Ja, maar dat wisten we van tevoren. En daarom is het zo zuur dat je... Ja, ik kan het nog steeds niet geloven, maar dat we 2-2 spelen uit bij SVM. En ja, daar hadden we met een ander gevoel deze serie ingegaan. Wat vrije en noem maar op. En nu weet je gewoon dat je elke wedstrijd vol ervoor moet gaan en dat elke wedstrijd 3 punten moet opleveren, wil je nog meedoen bovenin. Als we kijken naar jij bent de aanvoerder van het team, hoe bouw jij die spelers ook van jou op? Het zijn ook jouw spelers natuurlijk, naar de toekomst van de aankomende wedstrijden? Nee, daar hou ik me niet zoveel mee bezig.
ben meer van het voetballen en ze weten zelf wel wat er te wachten staat. En ja, voetballend, we weten wat we kunnen, dus daar moeten we gewoon vanuit gaan. En toch pik je weer het doelpuntje mee, hè? Ja, dat is lekker, maar zoals ik dan altijd zeg, ik had liever gewonnen. En ja, ondanks dat het een lekkere goal is, ik hoef alleen maar mogen springen eigenlijk en te koppen, maar ja, het is lekker om weer nog een goaltje mee te pakken. Ik was live in de uitzending en ik zei, het was een hele mooie goal. Ik vond het een echt goede kopgoal. Nou, dat was je vorige week ook, hè? Ja, inderdaad. Nog één dingetje, wat een afgrijzelijk veld was het vandaag, hè? Ja, gaan we weer, hè? Ja, het is echt een drama. En ja, we kunnen er gewoon niet op voetballen. Ik vind het echt niet te doen. Hoop jij ook dat de gemeente zij zo goed meeluistert? Ja, tuurlijk. Voor de OC ook dat zeker. Nou, als ik het goed begrijp, komt er een nieuwe kunstgrasveld. Dankjewel, aanvoerder Rodney van Klooster. Naast mij zit natuurlijk ook de trainer van de dossier. Potverdikkie, dat was bijna een overwinning vandaag volgens mij, of niet, Sander? Ja, bijna een nederlaag. Maar ik benader het liever zoals jij het ook aangeeft. Hij had ook zomaar aan de andere kant erin kunnen vallen. Ik zei, ik sprak jou net na de wedstrijd. Eerste helft Desto, tweede helft dossier. Als je naar balbezit kijkt en kansen of mogelijkheden, ja, dan klopt dat wel. Wij hadden wel na de eerste kwartier, ja, ongeveer 20 minuten, iets meer grip op de wedstrijd. We wisten iets meer van de tactiek van Desto te ontmantelen en we stonden gewoon beter, hadden genoeg druk op de bal. En zoals Rob niet terecht zegt, ja, ze hadden misschien wel wat meer balbezit. Maar kansen hadden ze niet. De tweede helft hebben ze misschien wel, zijn ze dreigender geweest als de eerste helft. Terwijl het leek of wij de tweede helft beter waren. Dus eigenlijk gelijk opgaand. Tweede helft brengen de wissel in. Tommy Jette junior eruit. Joey Veldhuizen erin. Meer pressie? Nou, niet zozeer pressie. Maar het is meer in de omschakeling. En je komt onder druk te staan. Dat type spel Joey dan ook wat beter ligt. En Tommy die had natuurlijk al toch een uur gezwoegd. En ja, dan is het op zich prima om even verse kracht op die positie in te brengen. Je hebt drie belangrijke pionnen die je mist. Misha Oosterwijk, Victor Veldman, die een vervelende blessure heeft gekregen. Maar ook Sander Gijslaert. En toch moet je inpassen. Ja, dat is hartstikke mooi dat je ziet dat hoe Gijs het dan oppakt op de rechtshalf. En een jongen die vorig jaar gewoon de A1 speelt, ja, nu gewoon start en ja, uiteindelijk dan met kramp eraf moet. Maar het heel verdienstelijk invult voor iemand vanuit zijn positie. Dat, je kan het niet gelijk met Gijs vergelijken die al een half jaar op die positie speelt. Dus nee, het is alleen maar leuk voor de club dat je ook ziet dat je nu eigen jeugd het dan oppakken. En ook gewoon een hele verdienstelijke wedstrijd speelt. Als we kijken naar de stand, laten we wel zijn. Benschop die wint dan. Dossier speelt gelijk. Ik hoor dat er 23 december dat er weer een belangrijke wedstrijd is. Want je moet weer tegen een eerste klasse voor de beker. Ja, die hebben mij naar 23ste gezet. Want anders moest hij op woensdagavond uit Alkmaar komen. En dan zijn alle Zeisse clubs vrij. Dus zijn we al van harte uitgenodigd. Ik denk dat er een hoop publiek op afkomt, Sander Kloos. Ja, het is altijd gezellig bij Dossier. Dus ik zou zeggen verwensen en dan maakt er een leuk feestje van. Nou, verwensen, daar zullen we eens over nadenken met de sfeercommissie dan hier in het Wolde. Goed, één punt gewoon voor het dossier tegen Desto. Ik denk een goede weergave van de wedstrijd. En de volgende wedstrijd, wie krijgen we dan? Jullie, Sander? Nou, we gaan eerst naar Popes toe volgende week. En dan hebben we Benschop thuis. Dus dan kunnen we het weer gelijk trekken. Dat wordt een zware dobber. Ja, als je naar de stand van de ranglijst kijkt, zijn dat zware dobbers. Maar in principe is elke wedstrijd in deze competitie pittig. Want als wij ons niveau niet halen, dan wordt het altijd lastig. En vorig jaar hebben we goede wedstrijden gespeeld tegen die tegenstanders. Dus ik heb er ook vertrouwen in dat we dat weer gaan doen. En ook als er dan wat mutaties zijn door de geblesseerde spelers. Het is spannend, maar het is toch ook knap van DOS C dat we hier nu al geruime tijd staan. En dat we nog steeds ongeslagen zijn. En dat we ook, ondanks al wat moeilijk hebben, het niet weggeven. Toch blijven knokken. Erin vertrouwen. En ja, het nu ook zomaar aan de andere kant kunnen vallen. Dan is weer met de overwinning van het veld gestopt. We sluiten af met een ongeslagen DOS C nog steeds. Terug naar de studio. Naar jou toe. Walter.
is alweer vertrokken. Dankjewel voor de medewerking in ieder geval. Het komt wel door, denk ik.